betekent dat het ook echt zo is, daadwerkelijk. En zolang dat er geen daden bekend is, dus dat er geen bewijs is, ga ik daar ook niet van uit. Maar ja, dat is hoe ik erin sta. En jij hebt daar natuurlijk misschien meer naar gekeken of onderzoek gedaan, weet ik veel. Maar ik wist daar niks van. Dat zal ik je heel eerlijk vertellen. En dit is een waarschuwing voor Shell. Van mocht zij zich gedragen zoals ze de afgelopen tijd heeft gedragen, ja, dan gaat ze aan het kortste eind trekken. Dit is een hele duidelijke waarschuwing voor jou. Dit is het wel. Echt, dit is, jij hebt nu geluk gehad, dat wil je niet weten. Maar dat komt gewoon puur, als ik vanuit mezelf mag beredeneren, dat... dat ik hier een hele lange periode met haar ben geweest. Dus dat gevoeliger ligt. En ik zal altijd een Jordi wegsturen boven een Shell. En ondanks wie er anders had gestaan, of als iemand anders had niet uitgemaakt, ik wil Jordi weg hebben. En daar ben ik altijd heel transparant in geweest. Ik heb altijd gezegd van, joh, Jordi wil ik weg hebben en Bren wil ik weg hebben. En dat is het. Ja, voor mij is het ook niet eens per se dat, ondanks dat ik Shelly gewoon echt zat ben, was het ook niet per se dat ik Jordi hier nou heel erg graag wil hebben. Waar ik de laatste 24 uur eigenlijk met name moeite mee heb, is gewoon een beetje vertrouwenskwestie. Mm-hmm. En ook de onberekenbaarheid van mensen. Mm-hmm. Lexi bijvoorbeeld. Als we morgen potentieel gaan stemmen, dan had ze op Jordi gestemd. Want dan had ze vandaag tijd gehad om met Jordi te praten. Mm-hmm. En daar ga ik gewoon heel erg slecht op, merk ik. Terwijl ik nooit verwachtte dat ik daar slecht op zou kunnen gaan. En ook een Brandon bijvoorbeeld. Nee, joh, dat wist ik ook niet, hè? Wat de fuck is met jou aan de hand? En dan denk ik, volgens mij staat er nog in het magazine zelfs dat je wil dat Jordi bij de laatste vijf eindigt. Mm-hmm. Dan heb je dat meerdere malen uitgesproken. En 3 uur geleden zegt hij nog volmondig tegen mij, ja, ik ga op Jordi stemmen. En dan denk ik, ja, wat verandert er dan eigenlijk? Dat weet ik ook niet. En ik wil ook even terugkoppelen op wat je net zei. Ik heb